Breda Nu. Je weet het meteen. Het Spanjaardschat Festival 2018 werd feestelijk geopend door Circus Woonzini. Het hoogtepunt van de avond was de vertoning van de film The Greatest Showman. Het Schatfestival is een 11-daagse concertreeks en het gezamenlijke thema is groot. Grote orkesten, groot publiek, grote koren op een groot podium. En het genre is, verhoudt zich van klassiek tot lichtpoppy, musical, classic rock. Een beetje van alles wat, maar in het lichte genre. En vandaag is de grote opening, wat staat er allemaal op de planning? Vandaag is de aftrap door Pathé. Pathé gaat de film The Greatest Showman presenteren. Maar wat is nou, denkt u, echt de grote highlight? Dat als mensen niet naar elke dag kunnen komen, dat ze die nou echt even wel moeten meepakken? Ja, dat is gewoon niet aan te geven. Dat is afhankelijk van jouw smaak. Als jij van rockmuziek houdt, dan moet je vrijdag komen. Als jij van klassiek houdt, dan moet je op eerste Pinksterdag komen. Nou, als de Maler gespeeld wordt. Het is voor elk wat wils. Vanavond hebben we film. De allerlaatste avond sluiten we af met Heel Breda Zingt Holland Zit. Nou ja, enorm divers. Heerlijke optreden. Vertel, zijn jullie tevreden? We zijn heel tevreden. Er zat heel veel energie in het publiek en het ging eigenlijk allemaal goed. Dus, het publiek was ook heel erg enthousiast, dus dat kwam ons ook wel een hele vibe om, het is heel leuk om hier op te treden. Mag ik nog eventjes een heel groot compliment geven voor al deze Woonzini's die hier staan. Ik vind die echt top. Optreden weggegeven. Ja, dat mag zeker. Dat mag zeker inderdaad. Zijn jullie volgend jaar weer bij? Als het aan mij ligt wel. Ja, als we de kans krijgen, dan zijn we er sowieso weer bij. Oké, en dan de laatste vraag. Gaan jullie zelf ook nog van de film genieten? Ik niet. Ik heb nog huiswerk te maken. Dus helaas niet voor mij. Ja, we gaan even kijken. Ik denk het wel. Het lijkt me een hele leuke film. Dus, opruimen en dan lekker de film kijken. The Greatest Showman! Breda Nu. Je weet het meteen.